Hij is heel dichtbij, hij is heel dichtbij. Kom maar, kom maar, kom maar. Goed, het is nu een tijd geleden dat ik iets gedaan heb als maffiabaas. Als baas zijnde van MOB. Dat wou ik niet. En ik heb er ook niet zelf voor gekozen. Maar het moest. Een van mijn mannen, Forcefield 1 en 2, belangrijk in het plan om in te breken bij de legerbasis, is opgepakt in Qdraxia. Hij zit daar vast. Dus, wacht tot ik hem eruit kan halen. Als ik hem er niet uit kan halen, gaat het plan niet door. Welk plan wil je zeggen? We hadden een mooi plan. Een prachtig plan om in te gaan breken met die Elytra's. We hebben de Elytra's gejat, het is allemaal goed gegaan, alles ging lekker. Werd hij opgepakt. Dus ik baalde als een stekker, ik was kwaad, geïrriteerd. En dan het grootste, het kutste van allemaal. De legerbasis die was aan overvallen in Greydale is leeggehaald. Hij is weg. We hebben alle camera's gesloopt om inderdaad eruit te kunnen komen. Zodat we makkelijk konden escapen. Is die hele legerbasis verplaatst naar Industrial. Dus het hele plan om een legerbasis te overvallen voor wapens... gaat niet door. Ik moet een ander plan maken. En ik vind het fucking kut. Maar voor het volgende plan, wat ik wil hebben, heb ik heel veel geld nodig. Heel veel geld nodig. En daarvoor heb ik besloten om hits te gaan plegen. Ik ben in te huren als hitman. Dat doe ik nu al een tijdje, het is hartstikke lekker. En op dit moment heb ik een hele belangrijke, een hele fijne klant. Er is een klant naar mij toegekomen laatst en die heeft een hit gevraagd over een persoon. Dus informatie heb ik in deze kist liggen. Ik ga even kijken wie het is. En hier zie je. De naam is Let's Flame. Hij is level 7, 8 of 9, hij weet niet precies welk level. Zijn job is een agent in Qdraxia. Hij heeft een wapen, want hij is een agent. En zijn hangplek is vaak in de Valk Qdraxia. Hij is vaak online van 2:30 tot 11:00 s'avonds. Dat is een hele grote tijdspan. Dat is balen. Het probleem is, het is niet iemand die hij kent. Dus het is niet dat diegene weet precies hoe laat hij online kan zijn. Hij kan hem niet in de val lokken of dat soort dingen. Dus het probleem is, ik moet hem gewoon proberen te vinden. Hem zien te stalken, hem zien te pakken. Hij zou online kunnen zijn nu. Hij chillt hem vaak in Qdraxia. En het gaat heel erg lastig zijn om hem te pakken, want hij is een agent. Maar omdat het agent is, en hij is een hoog level met de wapen, levert me 500.000 euro op. Van één moord, 500.000 euro. Dat zijn de bedragen die ik graag wil zien. Ik heb mijn spullen, mijn diamanten set die ik heb, dat heb ik niet bij me. Ik heb een setje aangetrokken dat ik niet opval, dat ik niet anders ben als mensen camerabeelden zien, dat ze niet weten dat ik het kan zijn. Wij gaan nu op jacht. Ik trek uit mijn huisje uit Wood Springs. Ik ga richting Qdraxia. Want volgens het boekje, volgens mijn hitman boekje, mijn lijstje, zou hij moeten zijn in Qdraxia. Dus het is een lastig stukje lopen. Het is een pittig eindje. Hij staat bij de valk. Dat is de valk een etenswinkel. En als ik daar ben, moet ik hem zien te pakken. Buiten dat allemaal mensen het zien. Ik wilde niet dat iemand het ziet. En dan moet ik zien weg te komen. Dus het is een lastige hit. Maar ja, voor 500.000 doe ik het wel. Het is een boel geld. 500.000 is niet niks. Ik ben benieuwd. Ik hoop dat het mij gaat lukken. Ik moet geld hebben voor het nieuwe plan om in te breken bij de legerbaas in Industrial. Want dan kan ik hier namelijk in Wood Springs, in Wastelands, ergens in de verte, zit nog een drugsbaas, een drugsbunker. En daar wil ik alle drugs stelen voor allemaal geld. Wat ik kan verkopen voor miljoenen, misschien wel miljarden aan euro's. Dus we gaan naar Qdraxia op zoek naar Let's Flame. Ik heb vernomen dat hij hier zou zijn, de Valkportel. Ik hoop dat hij aanwezig is en dat ik gewoon inderdaad naar hem toe kan komen. Eén probleem wel, ik ga eerst mijn kleren uitdoen, mijn spullen. Want als ik die aan heb en hij herkent me er eerst mee en ik ga hem daar mee neersteken, dan heb ik een probleem en dan weten de agenten dat ik het ben. Dus dat wil ik natuurlijk. Eerst zonder kleren, ga kijken of hij er is. Dit is Valkportel, of Valk. Het is Valk etenswinkel. En ik zie Alex van Gamer, het is je boy, Mitch en Let's Flame. Dat is hem. Dat is mijn target.
Dat is mijn hit. Ik heb geen idee wat hij hier doet. Maar ik wil niet opvallen. Dus ga kijken of ik hier eten kan halen. Of wilt u bier? Vraag even een medewerker om mee te lopen. Er is geen bierman. Er is helemaal niks. Ah, hallo. Dit is je boy Mitch. Ik hoef helemaal niks eigenlijk. Nee, ik hoef niks. Dankjewel. Let's flip het lopen. Oké, hij loopt. Hij gaat. Shit, hij is snel. Hij is erg snel. Fuck, ik ben hem kwijt. Kut. Hij is goed. Hij is snel. Dit wordt lastig. Dit wordt erg lastig om deze man te pakken. Je zag het, hij is snel. Ik kan niet achter hem aansprinten, dat valt op. Oeh, dat is lastig. Alright, we gaan nog een keer terug naar Valk. En dan wacht ik tot hij zijn rondje afgelopen heeft. Als hij zijn rondje afgelopen heeft, dan ga ik hem makkelijk kunnen volgen. Dan zal ik achter hem aansprinten. Ik wacht hier gewoon rustig bij Valk. Komt allemaal wel goed. Is er Sylvanos? Ga weg, Sylvanos. Waar blijft hij? Dit is spannend. Ik hou er niet van. Ik hou van de hit and run. Dat het easy is. Een target die makkelijk te pakken is. Maar ik wist het al. Hij is een agent. Hij heeft natuurlijk heel hoge fitheid. Hij is snel. Hij heeft speedboots. Daar heb je hem. Alright. Zeg achter de paal. Oké, hij ziet me niet. Hij is in gesprek met die Sylvanos. Oké, kom op. Kom op, let's play. Ja. Dat ik spullen aanstel. Oké, daar gaat hij. Nee. Kut. Oh, fuck. Dit wordt lastig zo meteen om te pakken. Ja. Kom aan, let's play. Beweeg. Loop. Fuck, jongen. Wat gaat hij nou doen? Sylvanos had hem de hele tijd bezig. Sylvanos, hou gewoon je smoel. Ik moet hem pakken. Je let's flame. Ik ga echt even bijstaan. Kijk. Hij gaat. Kom aan. Waar de fuck is hij nou weer? Ja. Alright. Achter hem blijven deel. Oké, kut. Voor zich omdraait. Oké, hij is echt doorgelopen. Ik zag het. Daar loopt hij. Shit, dan ben ik hem weer kwijt. Waar is hij? Is hij naar binnen gegaan? Naar het huis? Nee, hij is naar boven gegaan. Trap op. Ja, zag je hem daarna? Dat hem? Nee, kut! Man, wat is hij snel! Dat is hem! Nee, dat is hem niet! Wat is die Let's Flame snel! Oh, dit is verschrikkelijk! Dit is echt heel lastig om te pakken. Fuck. Shit, jongens. Oké, hij is me ontsnapt. Dit ga ik een andere keer moeten doen. Ik moet goed opletten en ik moet snel zijn. Want hij is erg lastig. Alright. Poging nummer 3. Daar staat hij weer. Alleen het ding is, ik weet nu wel zijn route loopt. Als hij loopt, gaat hij altijd hier naartoe. Rechtsaf loopt hij altijd richting... Ja, eigenlijk richting de zijkant. En dan maakt hij zo'n rondje rond Contractia. En hij is snel. Nogmaals, hij is heel erg snel. Dus ik moet hem verrassen. En ik heb een plan. Ik weet al hoe ik het ga doen. Ik ga hem opwachten bij zijn route. Ik weet nu dat hij hier loopt. Hier raakte ik hem kwijt. Dus mij is hij toen hier linksaf gegaan. Wat ik ga doen. Ik ga zitten in de bomen. In de bosjes hier. Hup. Als ik hier zit. In het hoekje hier. Wacht ik op hem tot hij komt. En als hij er is, maak ik hem dood. Dus nu is het goed opletten geblazen. Goed opletten als ik zijn naam zie. Waar is het? Oké. Alright. Dan moet ik zijn rondje gaan maken. En op het moment dat hij zijn rondje maakt en ik zie hem lopen, moet ik hem afleiden. Zorg dat hij in de bossen komt, in de bomen. Oké, nu is het gewoon wachten geblazen. Waar blijft hij? Het is nu weer tijd voor zijn rondje. Het is 2:30 geweest. Hij moet ongeveer hier aankomen binnen nu en een minuut. Kom aan, let's flame, waar blijf je? Daar loopt hij. Alsjeblieft, volg. Hij moet wel komen, er wordt gefluit. Ja, gaat hij komen? Kom aan, let's flame.
Hij is heel dichtbij, hij is heel dichtbij. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Hier kom! Hallo meneer de agent. Tijd om te sterven. Ga dood. Alright, het plan is gelukt. Shit, 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 zijn mensen, zijn mensen. Ik moet hier nu wegsneaken. Wie is dat? Is het Willy Sylvanos? Is dat een vriend van hem? Oké, ik heb zojuist een agent vermoord. Inkutraxia. Oké, Sylvanos, loop gewoon door. Er is hier niks aan de hand. Alright. Loop gewoon door. Er is hier niks aan de hand. Oké dan. Ik heb mijn bivakmuts niet gedragen. Maar er hingen geen enkele camera's. Ik snap alleen niet waarom hij niet terugsloeg. Ik dacht dat hij gewoon stijf was van angst misschien. Alright, ik ben weg. Ik ben weg. Ik heb genoeg gedaan hier. Ik heb genoeg gezien. Ik ga rennen. Ik ben weg. En ik wil gewoon een vlucht naar de volgende stad. Ik wil hier wegwezen. En zodra ik hier weg ben, is het tijd om mijn 500.000 te innen. Dus, degene die hem besteld hebt, je hebt deze video gezien. Je weet nu hoe het werkt. Ik heb hem vermoord. Je 500.000 is nu van mij. En ik heb geld om de volgende keer in te breken bij de legerbasis.